Bijbeloverdenking, getiteld En een wolk onttrok hem aan hun ogen. In het boek De Handelingen der Apostelen wordt ons beschreven hoe de opgestane Heer zijn leerlingen onderrichtte over alles wat betrekking had op het Koninkrijk Gods. Zo lezen wij dat in Handelingen 1 vers 3. En hoe hij hen de belofte gaf dat zij met de Heilige Geest zouden worden gedoopt. Vers 5. Blijkbaar gaf dit alles de apostelen voldoende aanleiding tot het stellen van de vraag: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? In het Grieks staat er weer in de oude, behoorlijke toestand brengen en ook genezen. Dat dit herstel zou plaatsvinden was voor Jezus' leerlingen geen vraag meer. Onduidelijk voor hen was alleen of dat herstel in deze tijd zou plaatsvinden, namelijk in de tijdruimte waarin zij op dat moment bevonden. Jezus wijst daarom de vraag dan ook niet naar de inhoud af, alsof de vraag onjuist zou zijn en er dus in het geheel geen herstel van Israëls koningschap zou plaatsvinden. Nee, hij wijst hen er alleen op dat het niet hun zaak is de tijden of gelegenheden te weten. De bevoegdheid daartoe immers heeft de Vader aan zich gehouden. Maar Jezus zeide: maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit had gezegd, werd hij opgenomen
en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dit beeld, ons beschreven in Handelingen, staat niet op zich. Het doet ons herinneren aan het beeld dat Daniël ons beschrijft wanneer hij ons vertelt over de dromen en de gezichten die hij had. En waarbij hij zag hoe niet de wolken des hemels iemand gelijk een mensenzoon kwam en zich begaf tot de oude van dagen in Daniël 7 vers 13. Daniël kreeg hier een blik in de hemelse gewesten. Werd alles wat na de opname van Jezus gebeurde door een wolk aan de ogen van de apostelen ontrokken, Daniël zag dat wat zij niet meer zagen. Met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon voor de oude van dagen en hij werd voor deze geleid. In de grondtekst wordt hier een woord gebruikt wat inhoudt dat hij als eerste, als voornaamste, hier voor de oude van dagen, dus voor God, wordt geleid. En door deze als zodanig wordt ontvangen, begroet en verwelkomd. En dat deze ontvangen zou iemand gelijk een mensenzoon. En deze kreeg heerschappij, dat wil zeggen bestuur, leiding, autoriteit en eer. Met andere woorden, respect, eer, waardigheid. Dat wat verschuldigd is aan iemand die waardevol is, die kostbaar is en die de koninklijke macht ontvangt. Dit brengt ons bij een gelijkenis die Jezus vertelt in Lucas 19 vers 11 en waarin hij ons een beeld schetst van een man van hoge geboorte die naar een ver land trok om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en terug te keren. De aanleiding tot het vertellen van deze gelijkenis was onder meer het misverstand bij Jezus' volgelingen dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zal worden. Dat lezen wij in Lucas 19 vers 11. Het misverstand dat ook later nog doorklinkt in de vraag van de apostelen: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap van Israël? De vraag die vlak voor zijn ten hemel opneming aan Jezus werd gesteld. Zowel in de beantwoording van deze vraag als in de gelijkenis die Jezus vertelt, wordt door hem erop gewezen dat de tijd die ligt tussen zijn weggaan en zijn terugkomst een tijd is van bezig zijn voor zijn volgelingen. Deze worden in de betreffende gedeelte van Handelingen apostelen genoemd. Met andere woorden, uitgezondene, boden, afgezand. En in de gelijkenis worden zij slaven. Het Griekse woord slaaf betekent knecht of een afhankelijke dienaar. Zij dienen zich door hem uitgezondenen te weten, afgezanten van hem. Daarom de opdracht om getuige te zijn van hem. Hier staat niet dat zij alleen van hem moeten getuigen, maar dat zij getuigen moeten zijn. Het getuigen zijn eist veel meer van ons dan het getuigen van hem. Wij kunnen bij dat laatste niet onszelf blijven, want zijn gezindheid moet in en door ons herkenbaar worden. In de gelijkenis heten zij slaven en is de opdracht die zij krijgen om met het pond dat hij hen toevertrouwd heeft handel te drijven. En het Griekse woord daarvoor betekent er moeite voor doen, zich met alle inzet ermee bezighouden. Het bezig zijn totdat de Heer terugkomt vraagt onze totale inzet. De periode tussen hemelvaart en wederkomst is voor Jezus' volgelingen niet een tijd van passief afwachten van het uitzien naar zijn terugkomst, maar van een actief toegewijd zijn aan hem om door hem weer terug te geven wat wij van hem hebben ontvangen.
de door hem aangewezen slaven kregen alle 1 pond. Eén heeft er 10 pond bijverdiend. Een ander heeft met dat pond dat hem was toevertrouwd 5 ponden winst gemaakt. En hun beloning was de heerschappij over respectievelijk 10 en 5 steden. Dan zijn rijk wel te verstaan. Een derde slaaf heeft het pond waarmee hij had moeten werken in een doek geborgen en bewaard. Dat pond werd van hem afgenomen. Hij heeft hier duidelijk het doel gemist en was in de Bijbelse betekenis van het woord een zondaar. Het begrip zondigen heeft in de schrift de betekenis van het doel missen. Het niet beantwoorden aan het plan dat de Heer heeft met ons leven. Maar wie zich inzet in Gods plan, wie zich bezighoudt met het gehoorzamen aan zijn opdracht, die zou meedelen in de heerschappij van hem die de koninklijke waardigheid ontvangst heeft mogen nemen. En hij gaf het gezag over 10 steden. Of hij zei, wees heer over 5 steden. Zoals beschreven staat in Lucas 19, vers 17 en 19. In Openbaring 20 vers 4 lezen wij, en ik, dat is Johannes, zag de zielen van hen die onthoofd waren, om de getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden, en die het merkteken niet op hun voorhoofden en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden levend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren lang. Het was Daniël die dit alles reeds zag in dromen en gezichten. Daniël 7 vers 27 zegt ons, en het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heilige der Allerhoogste, dus aan Israël. Toen Jezus werd onttrokken aan de ogen van zijn apostelen, betekende dat een start zijn voor een bezig zijn voor hem, overeenkomstig zijn plan. Hiertoe ontvingen en ontvangen zij de door hem uitgezonden kracht van de Heilige Geest. Deze kracht is geen kracht om ter wille van ons, maar een kracht om wille van onze taak. Wie zijn taak niet ziet, kan deze kracht niet op de juiste wijze gebruiken. Het pond dat de Heer in de gelijkenis gaf, was niet voor de slaven, maar was om door hen te worden gebruikt voor het bereiken van het door hun Heer gestelde doel. Jezus zegt, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns vaders, die in de hemel is. Zo staat opgeschreven in Matthäus 7, vers 21. Luisteraars, mogen deze korte overdenking u brengen tot het volbrengen van zijn doel met uw leven. Amen.